Elke week bij Privé beoordelen we de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste bubbels en wie ziet er dus uit om door een ringetje te halen? Maar wie oh wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week gaan we twee feestjes langs. Namelijk de opening van de Shayla en Gideon Collections en de uitreiking van de autobiografie van Willem Nijholt. We beginnen met Connie Breukhoven. De prachtige rode krokodillenleren handtas van Connie steekt goed af tegen haar zwarte ensemble. Ze blijft toch een van de best geklede vrouwen van Nederland. 4,5 glaasje. Dat skinny denims niet voor alle leeftijden zijn, bewijst Gerry van der Klei in deze zeer casual combinatie. Gelukkig maakt haar stralende glimlach veel goed. 3 glaasjes. Waar gaat het naartoe in deze wereld? Denk je als je kijkt naar de kleding van Gideon de Vries en bachelor Lars Vreugdenhil? Wanneer leert Gideon dat het onderste knoopje van je colbert nooit dicht mag en Lars dat prins op t-shirts niet meer kunnen na je 12e levensjaar? 1,5 glaasje. Bij het zien van al dat oranje kun je niks anders denken dan dat Pleuny Touw al bezig is met het EK voetbal 2012. Oversized is leuk, maar in dit geval werken oranje en camel niet samen en ziet het er niet flatteus uit. Hugo Metzers oogt wat zwartgallig. 1 glaasje. Dat het na je 40ste niet meer uitmaakt wat je aantrekt, bewijst Willem Nijl tijdens de boekuitreiking in deze zachtgele outfit. Dol op de schoenen, jammer van de ketting. 2,5 glaasje. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen.